Ik sta hier voor de Sint-Bavo in Haarlem. En deze imposante kerk is al meer dan 750 jaar oud. En in al die eeuwen hebben mensen hier God aanbeden. En hier vlak om de hoek in de Batorenstraat zat de juwelierswinkel van Casper ten Boom. De vader van Corrie ten Boom die de hele wereld heeft overgereisd om het evangelie te brengen. In een van haar boeken schrijft ze over die tijd. De koude stenen bezorgden ons stijve spieren. Maar onze oren en hart werden verwarmd door de muziek. En het grote vergulde orgel was nog door Mozart zelf bespeeld. En sommige klanken leken wel uit de hemel zelf te komen. Ja, zegt Corrie, ik wist zeker dat de hemel net zoiets was als de Sint-Bavo. En waarschijnlijk ook net zo groot. Nou, zo'n kerk is in de eerste plaats een plek die vol van Gods liefde is. En zij beschikt over de bron van waaruit gebroken harten kunnen genezen. Moedeloze of depressieve mensen weer moed kunnen vatten. En mensen die zich verworpen en eenzaam voelen, weer hoop kunnen krijgen. En mensen die gebonden zitten aan de ketenen van het rijk der duisternis, bevrijding kunnen ontvangen. Maar ik maak mij steeds vaker zorgen om die kerk. Ik word zo vaak geconfronteerd met de vele meningsverschillen die er op dit moment onder christenen zijn. Meningsverschillen over hoe we als kerk moeten omgaan met de LHBTI'ers. Of we ons wel of niet moeten laten vaccineren. Of we wel of niet de coronamaatregelen moeten opvolgen. Of er wel of niet een groot complot gaande is waarin onze vrijheid steeds meer beperkt wordt door de overheid. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En mijn zorg gaat niet zozeer over het feit dat die meningsverschillen er zijn, maar wel over de polarisatie en verdeeldheid die ik zie ontstaan in de reacties op die meningsverschillen. De wijze waarop we elkaar aanvallen, veroordelen en in verschillende kampen plaatsen baart me grote zorgen. Ja, er is een groot complot gaande. Het rijk de duisternis probeert al eeuwen, ook nu, om de kerk krachteloos te maken door verdeeldheid te zaaien. En hij zal ieder wapen gebruiken in de strijd om christenen ervan te weerhouden kracht te putten uit het gemeenteleven. En hij zal de kerk tegenhouden om haar taak te volbrengen. De boze probeert ons uit te spelen, dat we elkaar benaderen met standpunten waardoor juist de liefde verkilt. En zonder kerken die vol zijn van Gods liefde zal de boze terrein winnen en zal het kwaad de wereld overspoelen. En juist nu moet de kerk door woord en daad uitdrukking geven aan de liefde van God voor ieder mens. Juist nu moeten we elkaar aanvullen en ondersteunen om samen die grote opdracht te kunnen vervullen. Juist nu is het de tijd dat de kerk opstaat en uitreikt naar mensen die op zoek zijn naar hoop, naar liefde, waarde, identiteit. Juist nu kunnen wij als kerk het antwoord in die zoektocht helder laten doorklinken. En het antwoord is Jezus. Weet je, er is niets beter dan een gezond, goed functionerende plaatselijke kerk. Haar kracht is adembenemend en ze heeft een onbeperkt potentieel. Er is geen enkele organisatie ter wereld die aan de kerk kan tippen. Er is niets wat ook maar enigszins in de buurt komt. Laten we dan ook niet langer toestaan dat meningsverschillen over wat voor thema dan ook ons uit elkaar drijven. Maar laten we ervoor kiezen om elkaars mening te respecteren, naar elkaar te blijven luisteren en in liefde met elkaar verbonden te blijven. En dan zullen we in de kerk een stuk van de hemel blijven ervaren. Zoals we Corrie ten Boom als kind hier in de oude Sint-Bavo de hemel ervoeren.